En meteen ook even tegen jullie vertellen dat ik de keuze heb gemaakt om... Ik ben helemaal opgetut en helemaal ready to go. Ja, we zijn er! Ik heb Kelly opgehaald en daar heb ik helemaal zin in. Dit is slechts een gedeelte, want ja, ik ga tenslotte toch 3 dagen weg. Vooral als je kinderen hebt. Nou, we hebben een bolderkak. En dat ziet er gewoon heerlijk uit. Hè? Kijk nou. Nou, helemaal perfect. Naar een nieuwe weekvlog. Leuk dat je weer bij bent. Het is vandaag woensdag bij mij en het is woensdagmiddag. Het regent echt niet normaal hard de hele dag al. Maar ik ben helemaal opgetut en helemaal ready to go. Want ik ga vandaag gezellig naar Amsterdam met een vriendin naar een heel leuk event. Ik ga zo meteen in de auto eventjes kletsen met jullie daarover. Nu moet ik snel mijn spullen pakken. Ik laat jullie mijn outfit nog even zien en dan gaan we. Dit is mijn outfitje. Deze jurk is gewoon een zwarte basic. Die had ik al. Is volgens mij van de H&M. Dan heb ik een nieuw jasje. Helemaal blij mee. Het is een hele leuke kleur. Hier moet je kijken in het licht. Wacht even scherp. Hier moet je kijken in het licht. Hoe leuk deze kleur. Een beetje een soort bruinachtig. En daaronder heb ik mijn nieuwe laarzen. Kijk hoe tof. Ik zal even kijken van welk merkje het is. Want jullie gaan het waarschijnlijk vragen. Jas is van Only trouwens. En de schoenen zijn dus of hiervan. Of hiervan. Ik denk deze. Ik weet het even niet. Maar ik heb ook haast. Dus in ieder geval, als je wil kijken, dan moet je even op een van deze twee gaan zoeken. Het ANWB-koppel has arrived in Amsterdam. Ja, wij gaan even parkeren. En Kel gaat mij door de parkeerroute heen sluizen. Ja, ik ben iets meer zo. Oké, let op. We gaan het gewoon doen. Iets minder op de weg. Ja, ja. Ja, we zijn er. Ik heb Kelly opgehaald en wij zijn samen naar Amsterdam gereden. Want we hebben vanavond een heel leuk event. Het is trouwens super druk, ik weet niet of het me kan staan. Maar we gaan naar het event van Victoria's Secret. Zij gaan een winkel openen hier in Amsterdam. En daar zijn we voor uitgenodigd. Ja, leuk. Dus daar gaan we lekker met z'n tweeën naartoe. En we zijn vroeg, gelukkig. Dus we kunnen eerst nog even koffie gaan drinken. Ja. En daar heb ik helemaal zin in, want ik heb echt... Er was 1 koffietje op vandaag. Oh, ik ook. Ja. Goed, hè? Kelly is zwanger, dus dan drink je natuurlijk niet zoveel koffie. Nee. Dus je kan er extra van genieten. Extra van genieten, ja. Lekker! Kijk. Rondje gaan zitten. Het was heel gezellig op het event. Maar het is nu, hoe laat is het inmiddels? Het is bijna 8 uur. En wij hebben wel een beetje trek gekregen. Ze hebben lekker salades besteld, frietjes. Dit ziet er heel goed uit. Ja. Dit lijken wel kipjes, maar het is bloemkool. Ja, nou, we gaan lekker eten. Ik ben weer thuis. Ik heb Kelly net thuis afgezet. En mijn lieve Ed die zit hier nog steeds achter zijn laptopje. Het is 21:15 s'avonds. Wat heb je, hè? Als je vriendin dan weggaat en niet de hele dag werkt, dan is er iemand anders die dubbel moet werken. En dat is Ed in dit geval. Maar goed, ik heb trouwens wel een heel leuk tasje nog gescoord. Daar was ik wel heel blij mee. Kijk, hoe leuk. Deze had ik daar in de winkel. Nou, dus dat was helemaal leuk. En nu ga ik lekker douchen, even alles van me afspoelen. Ik moet altijd douchen naar dit soort dingen, want dan... Kan ik lekker relaxed gaan slapen? Oeh. Ja. Ik ga slapen. Welterusten en tot morgen. Goedemorgen. Het is vandaag vrijdag. We zijn even een dagje verder inmiddels alweer. Wij hebben net... Ja, mijn lamp trouwens. Die knippert de hele tijd. Het gaat zo... Boom. Heel spooky. Volgens mij is er iemand die mij iets duidelijk wil maken of zo. Nee, grapje. Ja, het is dus vandaag vrijdag. Ramos is net naar school. Wij waren allemaal al super vroeg wakker. Het was geloof ik om 5:50 al beneden, omdat hij ja, wat dingen dan voor werk moest doen.
Want wij gaan vanmiddag, en dat is nog een verrassing voor de kindjes, gaan wij op pad. Want we gaan een weekendje weg dit weekend. Superleuk. We gaan naar boerderij Molenwaard. Daar gaan we naartoe. En zij hebben sinds een tijdje hebben zij ook huisjes daar. Ik ben er nog nooit geweest, maar ik hoor altijd hele goede verhalen. Dus wij gaan daar dit weekend naartoe. Het heeft de hele week geregend. Het is nu nog super mistig ook buiten. Maar als het goed is, wordt dit weekend gewoon 18 graden en zon. Dus ik heb helemaal zin in, maar de kindjes die weten dus van niks. We hadden dat dit keer echt een beetje expres, zeg maar, niet gezegd. En we dachten, als we dan Rama straks uit school gaan halen, het is hem nu even wegbrengen. Het is 8:15. Dan kunnen we dat straks vertellen. Dus dat is helemaal leuk. Maar goed, vandaar dat we dus ook heel vroeg wakker waren, want we moeten nog wat voor werk doen. We hebben straks nog een meeting hier thuis om 10:00 als de meiden op bed liggen. Maar goed, we liggen op schema, want ik ben al gedoucht, aangekleed en ik moet straks nog een campagne schieten. Dus daarom ook meteen make-up en haar en zo gedaan. En dan gaan we lekker straks. Ik heb er helemaal zin in, gezellig weg. Ja, dus leuk. Ik heb even vestje gedaan. Ik heb het echt koud. Maar goed, ik ben mijn spullen aan het inpakken. Ik heb al heel veel gedaan. Ik zei net tegen Ed, ik vind het gewoon moeilijk om dan niks tegen de kindjes te zeggen. Omdat ik het zo leuk vind zelf dat we gaan. Maar goed, komt goed. Nou, de eerste twee tassen die zijn al gepakt. Ik ga nu even beneden mijn tasje inladen. Even een update. Ik ben volgens mij echt al 3 keer verkleed vandaag. Ik heb nu weer iets anders aan. Maar goed, in ieder geval. De kindjes zijn inmiddels op de hoogte van onze leuke plannen. En die zijn helemaal blij. We zitten nu eventjes voor de tv, want wij dachten dan kunnen wij even de laatste dingetjes doen. Ed doet dat op onze pc en ik doe dat door middel van het inpakken van de auto. Dit is slechts een gedeelte, want ja, we gaan tenslotte toch 3 dagen weg, 2,5. Dus dan moet je bijna je hele huishouden meenemen. Ook als, vooral als je kinderen hebt, ondanks dat je maar 2,5 dag gaat. Moet toch alles mee, dus en het is ook nog een beetje van dat weer, dat het aan de ene kant heel lekker is, maar aan de andere kant ook verraderlijk koud. Dus ik neem gewoon weer de hele inboedel mee. Nou, wij zijn er en dit is leuk. Allereerst, dit is het uitzicht. Nou, het is gewoon sowieso al fantastisch. Echt heel leuk. Echt heel erg leuk. We hebben een heel pakket ook mee met allemaal dingen die we kunnen doen en het is gewoon helemaal op kinderen gericht. Echt, ja, helemaal blij, helemaal leuk. En meiden? Ramos vindt het ook leuk. En de meiden hebben al een appeltje. Ramos heeft ook lekker een appel en Ranja. Dan kunnen wij gaan uitladen. Kijk hoe leuk. We hebben zo mazzel met het weer. Het is echt de hele week geregend. En nu is het gewoon volop zon. We zijn lekker in het vakantiepark. Lekker aan het chillen bij de speeltuin. Ed heeft trouwens je haar geknipt. Doe even een duimpje omhoog als je het leuk vindt. Ah. Ik vind het heel erg leuk. Even deze anders. Zet toch ook een lekker ding. Nou, we hebben een bolderkar hier uit zo'n dingetje weten te pakken. Helemaal leuk. Kindjes die zitten lekker hierin. We hebben allemaal speeltuintjes hebben we al bezocht. En nu gaan we lekker... een kip inderdaad. Nu gaan we lekker naar het huisje. Mijn moeder die had spaghetti saus gemaakt van de week. Die hebben we meegenomen. Die gaan we dadelijk lekker opeten. Ik dacht, het is lekker makkelijk de eerste avond. We kunnen altijd morgen nog uit eten of wat dan ook. Dus dat gaan we lekker doen zo. En dat ziet er gewoon heerlijk uit. Hè? Kijk nou. Nou, helemaal perfect. Goedemorgen, het is zaterdag. Wij waren om 5:45 wakker. En nu zijn wij hier gezellig met de knutselclub. We hebben allemaal iets te drinken. Ik heb lekker koffie. Het kindje hebben thee. Drinken ze eigenlijk niet, maar goed, dat terzijde. En we hebben hier allemaal... Ik wacht, schat. Dat is trouwens heel leuk. We hebben allemaal van die boeken gekregen. Ja, en daar zijn we nu allemaal mee aan het spelen en aan het kleuren en aan het doen. Dus zo beginnen we lekker. We hebben nog wel even te gaan totdat de winkel open is voor de broodjes. Dus we moeten ons even vermaken, hè, schatjes. Nou, ik heb de meiden lekker in de bolderkar gezet. Ed en Ramos die zijn de tafel aan het dekken. En ik ga nu even broodjes halen. Helemaal zin in, want ik heb wel trek. Na al 2,5 uur wakker te zijn. We hebben wel even een stukje krentenbrood, maar verder niks. Dus ik ga snel lopen. Lekker eten halen. Wauw, dit is echt niet normaal mooi, dit uitzicht. Het is inmiddels 1:50. En de mist gaat nu eindelijk weg. Het was echt super mistig. En wij gaan nu naar het feestje van Fien en Teun. Yay! Yay! Oh, dit is echt zo lekker.
vanochtend lekker chill gedaan, gedoucht, broodjes gehaald bij het bakkertje. En nu gaan we dus wat activiteiten zeg maar doen op het park. Dus dat is leuk voor de kindjes vooral, denk ik. En voor ons ook, want het is lekker weer en zij vinden het leuk. Wij hadden dus gisteravond al onze schoenen en de kinderwagen en alles buiten laten staan. Niet in de gaten gehad dat de overkapping open was. Kwam ik vanochtend buiten, was alles nat van het vocht. Echt. Maar goed, inmiddels is alles weer droog. Dus we kunnen alsnog schoenen aan. Ja, schat. Optillen. Is het gewoon zo lekker even buiten. Echt zo chill. We zijn net naar dat Fien en Teun geweest. Echt helemaal leuk. En ook grappig dat de kindjes dan daar zoveel zin in kunnen hebben. En tegelijkertijd dat dan op dat moment zo spannend vinden. We zaten daar met z'n drieën op dat bankje tegen ons aangewurmd, zeg maar. Omdat het allemaal te spannend was anders. Heel schattig. Nu liggen de meiden lekker even op bed. Omdat ze dus zo vroeg wakker waren. En Ramos die is met Ed wel eventjes in de speeltuin. Toen dacht ik, weet je wat ik ga doen? Ik ga lekker een kopje thee maken, een kopje koffie. Ik heb hier zo'n krantje met allemaal dingen die er hier te doen zijn. Daar ga ik even in lezen. En dan ga ik gewoon genieten van het uitzicht. En meteen ook even tegen jullie vertellen dat ik de keuze heb gemaakt om voortaan één keer in de twee weken een vlog te uploaden. Omdat dat gewoon net even wat realistischer is dan dat ik echt elke week upload. Dus vanaf nu kun je gewoon om de week een weekvlog van mij verwachten. Dus dat eigenlijk. Dus dan weten jullie dat. Hoe het voor de aankomende, nou in ieder geval een paar maanden, ga ik gewoon dit proberen. Kijken hoe dat voelt voor mij en hoe dat voor jullie is. En dan zien we wel verder. Maar goed, nu is het dus één keer in de twee weken. Oké, Ramos en ik gingen voetballen. En toen ging ik één keer trappen en toen lag de bal hier. Ed die heeft besloten om nu naar de andere kant van de vijver te gaan springen. Nou... En dit ga ik filmen, dus jullie gaan... Wacht even. Ja. Ah, leuk hier. We zijn nu op de boerderij. De kindjes die zijn hier aan het voeren. Zo schatten. Wij gingen lekker uit eten hier op de camping. Alleen we waren vergeten te reserveren. Dus helaas pindakaas. Geen uit eten vanavond. Ze hebben lekker frietjes gehaald. Ramos is ze heel goed aan het bewaken in de bolderkar. En dan gaan we gewoon zo meteen in het huisje. Of tenminste nu in het huisje lekker frietjes eten. Hopelijk nog even naar de Fien en Teun show. Daar hebben ze zin in. Dus ik hoop dat we op tijd klaar zijn. Nou, dat ziet er in ieder geval helemaal lekker uit. Hey, jongens. Het is zo koud. Maar goed, het is vandaag zondag bij ons en wij zijn onderweg met z'n vijven naar het ontbijtbuffet. We gaan lekker hier op het park ontbijten. Dus ja, leuk, hebben we er zin in en we gaan er vandaag nog een leuke dag van maken. Hier op het park en ook op de boerderij en dan gaan we vanavond weer naar huis. Maar eerst nog even lekker genieten en ontbijten. Super trek. Ik hou altijd van dit soort plaatjes, hoe mooi is dit. Maar goed. De meiden zijn trouwens zo moe. Echt, die heb ik maar even een tut gegeven. Want die vallen gewoon continu bijna in slaap. Zo moe zijn ze. Ja, hier. Kom. We zijn weer thuis na een heel erg leuk weekend. Maar goed, dat hebben jullie wel kunnen zien. Wij zitten nu een beetje lekker na te kletsen op de bank. We zijn... een klein beetje wat dingen aan het doen voor werk, om heel eerlijk te zijn ook, want ons BBB-programma Bal en Banden komt binnenkort weer online. Als jullie dit kijken op donderdag, dan
Staat het nog niet online trouwens? Nee. Bijna, nee. Staat het nog niet online, maar heb je het al wel op Instagram kunnen zien dat het gaat komen. En ik ging daar even wat stories voor plaatsen net. En we moesten nog even wat dingen nakijken. Dus dat zijn we aan het doen. En verder gaan we zo meteen lekker chillen. En Ed en ik hadden het er net over dat wij dus merkten, want we waren natuurlijk echt op twee kinderplekken waar echt heel veel kinderen zijn en ouders met kinderen, zelfs die camping, als op die boerderij. En ik kreeg dus op Instagram ondertussen een paar berichtjes van mensen die zeiden, oh, ik heb jullie gezien. En dat is aan de ene kant zo leuk, maar aan de andere kant ook een beetje gek of zo op een of andere manier. Ed? Ja, nu is het tijd om lekker te gaan chillen. En ik ga ook meteen de vlog afsluiten. Dankjewel voor het kijken. Ik ben er over 2 weken dus weer. Laat me even weten of je... Want ik heb nu best wel wat dingen van weggaan en weekend en dat soort dingen. Laat me even weten of je het ook leuk zou vinden om bijvoorbeeld een tour van het huis te zien. Of misschien wat meer dingetjes door de week. Nog meer recepten of wat dan ook. Laat het gerust even weten. Dan kan ik kijken of dat over 2 weken zeg maar in de week past. En anders binnenkort een keertje. Goed, in ieder geval, dankjewel voor het kijken. En ik zie jullie volgende week. Of 2 weken. Doei!